stemmen we eerder op politici als ze hun privéleven delen? Dit is de Universiteit van Nederland. Eerst een vraag. Wie van jullie heeft er politieke ambities? Ja, kijk. Als ik jou was, zou ik maar snel een hobby nemen. Ik weet niet of je die ook hebt. Ik kijk nou een poosje naar politieke campagnes. En daar valt me één ding op. Hoe politici tegenwoordig min of meer tamboureren in politieke campagnes op hun hobby. Zo is er bijvoorbeeld een video, en daar gaan we nu even naar kijken. Van Wim van den Kamp, van het CDA. Wil je me begeleiden tijdens de campagne? Stap dan achterop. Word mijn vriend op huis. Nog nooit. Het is echt waar. Dit is gewoon uitgezonden. Het was prachtig. Zelf geniet ik hier intens van. Want Wim van den Kamp heeft een hobby. Hij rijdt op een motor. En hij is toevallig lijsttrekker voor het Europese parlement. En dat is een goede reden om op hem te stemmen, want hij heeft nou helemaal een motor. En ik weet niet of jullie dat gezien hebben destijds, maar destijds zat Rutger Kastricum nog bij Geen Stijl. En die heeft er toen eens een heel snijdend interviewtje met hem gedaan, precies hierover. Waarom zouden we eigenlijk op jou moeten stemmen? En is dat omdat je een motor hebt of heb je ook nog ideeën? En ja, dat is interessant. Nu denk je, ja, Wim van den Kamp. Ja, weet je, het is toch een belangrijk man uiteraard. Want het wordt uitgezonden op de televisie. En ik vind Wim van den Kamp een belangrijke kerel. Maar er zijn natuurlijk ook belangrijkere figuren. Bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen, de ex-NATO of NAVO-eindbaas Jaap de Hoop. Kijk eens, daar rent hij. Moet je opletten, hè? 1, 2, hop! En daar gaat hij. Ja. Kijk, hier zie je precies hetzelfde. Jaap de Hoop, hardloper van beroep. Nee, politicus van beroep, maar hij heeft een goede hobby, hardlopen. Geen obstakel staat hem in de weg. Hij springt gewoon over een plasje water, alsof het niks is. En vervolgens gaan we met z'n allen op hem stemmen. Het gaat natuurlijk door. Want een van de laatste en de huidige fractievoorzitter van het CDA heeft ook een hobby. Wielrennen. Wij geloven dat Nederland sterker uit de crisis kan komen. Als we nu de juiste keuzes maken. Samen kunnen we dat. Samen kunnen we meer. Kijk hier, samen kunnen we meer. Hij rijdt daar in zijn eentje. Dan zie je ook een beetje hoe dat vorm en inhoud niet altijd samen hoeft te gaan. Dat zie je in dit filmpje heel goed. Maar kijk, hij heeft een hobby. Ik ben zelf ook een wielrenner. Misschien zie je het niet, maar ik vind het hartstikke mooi om met een mannetje of 40 iedereen van de fietsvat af te blazen. Maar je kan ook zien, ik meen dat te herkennen, bijvoorbeeld aan de kuitjes, dat het niet een zwaar geoefende wielrenner is. Hè? Dus dat hij misschien wel eens voor het eerst in 3 jaar op zijn racefietsie zit. Nou ja, dat weten we niet, zouden we aan hem kunnen vragen, et cetera. Nou, dit zijn dan toevallig 3 CDA-politici, maar dat betekent natuurlijk niet dat het niet algemeen verspreid raakt. Bijvoorbeeld de laatste campagne, of een van de laatste campagnespots van Diederik Samson. Mijn dochtertje is geboren met een handicap. Met heel veel oefenen en hulp van buitenaf komt ze er wel, want ze heeft het doorzettingsvermogen van een dieseltrein. Het gaat hier om het punt dat hij kennelijk een dochter heeft, die heeft iets, en hij betrekt haar gewoon in politieke campagnetijd. Hè. Hij maakt haar op een of andere manier politiek relevant. Er zijn meer voorbeelden. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze foto van Wouter Bos. Nou, Rick Santorum dan. Ik dacht dat Wouter Bos zou komen. Rick Santorum, dat is een Republikeinse presidentskandidaat. En in zijn allerlaatste, niet van deze campagne, maar van de vorige. En daarin heeft hij een spotje. Ik zou dat zelf eens, als ik jullie was, eens bekijken op YouTube. Heeft hij een spotje dat gaat alleen maar over zijn dochter. En de rest van zijn gezin, van weet ik veel hoeveel kinderen, et cetera. En daar zie je de hele politiek volledig naar de achtergrond verdwijnen. Daar gaat het alleen nog maar over het privéleven van deze specifieke politicus. Ik weet niet of we nou Wouter Bos ook nog hebben. Ja, kijk, daar hebben we Wouter Bos. Sorry hoor.
U kent waarschijnlijk deze foto wel. De oud-minister van Financiën, oud-partijleider van het PvdA. Nou, hij kreeg een kind. En vervolgens zie je gewoon al die hordes journalisten, die zie je gewoon heel erg lang wachten totdat hij uiteindelijk naar buiten komt en gewoon een rondje als een trotse vader paradeert met dat kind. Nou weten we inmiddels dat er helemaal niemand ligt in die kinderwagen. En dan kijk je nog eens en denk je, wat staat hij daar dan te doen met zijn handen en zo? Maar hij doet gewoon alsof hij een zorgzame vader is. He, dat is het een beetje. Goed, het persoonlijke kan politiek worden. En dat is heel erg interessant. En helaas is deze website te zielen geraakt. Maar ik was ook gefascineerd door een initiatief van de Tweede Kamer. 150volksvertegenwoordigers.nl. De website bestaat niet meer. Maar dat was een soort zoekformulier. En dan kon je op basis van allerlei gegevens, kon je jouw meest geschikte politicus uitzoeken. En zo kan ik bijvoorbeeld weten dat Meili Vos, ook nu weer Kamerlid, enorm van borrelen houdt. Dus hou jij ook van borrelen? Dan is Meili Vos misschien wel een geschikte kandidaat voor. Of wat te denken van, zijn er hier ook korfballiefhebbers in de zaal? Korfbal? Ja? De beslissende tip, Lutz Jacobi. Het is maar dat je het weet. Kijk, en zo kan je doorgaan. Model, spoorbanen, of mensen roken of niet. Het maakt allemaal niet uit. Wat mensen allemaal uitspoken in hun privéleven, het stond er allemaal. En dat was heerlijk om te zien. Hè? Je ziet het ook verder in de politiek. In de politiek zie je sommige tendensen, bijvoorbeeld Jan Marijnissen vroeger, of Geert Wilders tegenwoordig, die zie je een beetje afstand nemen van de politiek, van het Haagse, van het typisch Haagse taalgebruik. Die zeggen bijvoorbeeld dingen als even dimmen, of doe eens normaal man. Als ze iets te bespreken hebben met de pers, doen ze dat niet in Nieuwspoort, maar gewoon in een Haags koffiehuis, of in de kroeg, of ergens anders op straat. Maar in ieder geval niet op het Binnenhof, weet je wel. Ze nemen daar fysiek afstand van en ze nemen daar middels een taalgebruik afstand van. En ze presenteren zichzelf daarbij als een van de mensen die ook maar toevallig op het Binnenhof is beland. He, dus niet alleen zijn politici aan het personaliseren, denken ze na over hun presentatie als mens, maar tegelijkertijd willen ze ook laten zien dat ze heus niet alleen maar politicus zijn. He, ze willen wel wat anders. Nu is er een mooi onderzoek, laatst gedaan, wat eigenlijk, tenminste niet laatst, maar heel lang geleden gedaan door Wiegman, waarin hij eigenlijk laat zien hoe dat personen er ook niet toe doen haast. Hè? Want wat heeft hij gedaan? Een experiment met twee coryfeeën, één van de PvdA en één van de VVD, Wiegel en Van Tijn. En vervolgens heeft hij ze een speech laten houden voor een bak met respondenten, laten we het zo maar even zeggen. Net zoals dat ik hier zo'n beetje sta. En deze politici moesten een speech houden, maar voordat ze dat deden, hebben ze elkaars speech verwisseld. En vervolgens hebben ze die speech op laten lezen, of gewoon laten vertellen. En daar bleek uit dat de mensen die toch wel PvdA zouden stemmen, die vonden het verhaal van Van Tijn goud. Verschrikkelijk goud gewoon. Echt gewoon het beste verhaal sinds tijden. Dat was natuurlijk het verhaal van Wiegel, maar dat maakt voor de rest niet uit. En voor de VVD'ers in de zaal was het precies andersom. Dus ze letten ook helemaal niet op. Hè. Het maakte helemaal niet uit wat die figuren allemaal precies zeiden. Het ging meer om de persoon dan om het ideologische verhaal. Nu is er een debat in de internationale literatuur gaande over deze personalisering, over de hang naar het persoonlijke en of dat nou goed is of niet goed. En dat debat staat internationaal bekend als het video malaise debat. En daarin wordt eigenlijk onderzocht in hoeverre die veelal op televisie benadrukte persoonlijkheid van politici, of dat nou iets goeds is of iets slechts. En dan heb je van die typische pessimistische figuren als Neil Postman en Barber, die dan gewoon denken, dat kan niet goed zijn. Weet je wel, kijk, politiek, dat gaat gewoon over de inhoud. Politiek moet gaan over de oplossingen van politici ten aanzien van problemen in de samenleving. Dus als er een probleem is, dan zeg je gewoon, dit is mijn analyse. En vervolgens weet ik wat de oorzaak is van een bepaald probleem, laten we zeggen armoede of zo. En dan weten we hoe we dat moeten oplossen. Voilà, dat is mijn politieke oplossing. En daar moet het over gaan volgens die gasten. En zij zeggen dat hoe meer je focust op het persoonlijke, op de emoties van politici of het privéleven of al dat gelul over wielrennen of weet ik veel wat, hoe meer dat eigenlijk ten koste gaat van de inhoud. En hoe meer wantrouwen mensen ze eigenlijk zullen hebben in de politiek. Dat is standpunt nummer 1. Dan heb je standpunt nummer 2. En dat zijn mensen die zijn juist heel erg
ja, gecharmeerd van het persoonlijke in de politiek. En wat zij zeggen is, nee, dat is helemaal niet slecht. Bijvoorbeeld Pippa Norris is een internationaal vermaarde wetenschapper, een politicoloog aan Harvard, die dat zegt. En zij zegt juist van, ja, kijk, het werkt juist heel erg goed, want inhoud die inhoud wordt helemaal niet weggedrukt of zo, maar wordt juist bekrachtigd vaak door de nadruk op het politieke. Het werkt elkaar persoonlijke, het werkt elkaar in de hand. Hè? En het werkt ook vertrouwen in de politiek in de hand, omdat het juist mensen die het eigenlijk al lang hebben opgegeven met de politiek, er weer bij haalt en laat zien dat mensen, dat politici ook gewoon mensen zijn. Nu heb ik daar een experiment over gedaan. Ik heb er een experiment, want ik dacht, dat vind ik interessant. Maar een socioloog die gelooft ook niet zo heel erg snel dat altijd alles helemaal slecht is of altijd alles helemaal goed. En je wilt het eigenlijk onderzoeken voor welke mensen dat dan wel werkt en voor welke mensen dat dan eigenlijk niet werkt. En daar heb ik een experiment gedaan. Ik heb een acteur ingehuurd. Ik had heel veel geld, dan kan dat. En vervolgens heb ik die acteur, dat was een perfecte man, die leek ook echt op een politicus. Die heb ik filmpjes laten opnemen met ideologisch steeds dezelfde boodschap. Maar dan al dan niet gepersonaliseerd verteld. Dus gepraat over zijn ouders die allerlei levenslessen hebben meegegeven, et cetera. Of over zijn emoties, dat hij gewoon begint te praten over zijn binnenwereld. Of juist niet. En het sec gehouden had bij juist de inhoudelijke oplossingen voor een bepaald probleem. En vervolgens heb ik gekeken, werkt dat? Nou, de eerste bevinding van dat experiment was dat het helemaal niet werkte. Het maakte helemaal geen zier uit of hij praatte over zijn persoonlijke leven, of hij praatte over zijn emoties, of dat hij dat juist niet deed. De beoordeling achteraf van mijn respondenten was niet beter of slechter. Er was gewoon totaal geen verschil. Dan zou je zeggen, mislukt. Maar die theorieën, die juist zeggen het is goed of het is slecht, die gaan eigenlijk ook over verschillende groepen mensen in de samenleving. Aan de ene kant heb je een groep mensen, laten we zeggen de stabiele, vaste, altijd, nou laten we zeggen SGP-stemmende kiezer of zo, ik zeg maar wat, die nooit verandert, die weet waar Abraham de mosterd haalt, hè, ook in de politiek. En die figuren, ja, die houden gewoon van politiek met inhoud, zonder veel opsmuk, zonder al dat gelul over persoonlijkheden, et cetera. En juist voor die groep vond ik heel negatieve waarderingen van die personaliserende filmpjes. Filmpjes die niet gepersonaliseerd werden weergegeven, die werden gewaardeerd als nooit tevoren. Voor een andere groep, een typische cynische groep kiezers, met heel veel institutioneel wantrouwen en die het helemaal niet meer zagen zitten, die bijvoorbeeld dachten dat politici er ook maar aan zitten om hun zakken te vullen, hè, precies dat soort sentimenten, die dachten juist bij de filmpjes die niet gepersonaliseerd waren, dat het niks was. Maar zodra de politicus dan liet zien dat hij een persoonlijk leven had, dat hij ouders had die een wijze les hadden meegegeven, dat hij allerlei emoties had en bezat, voor die mensen werkt het heel positief. In andere woorden, zodra je daar geen onderscheid in maakt, dan zie je dat er geen effect is. Maar eigenlijk zie je dat er twee tegengestelde effecten zijn van dezelfde strategie. En dat betekent dus dat een hobby een slimme zet kan zijn, niet hoeft te zijn, maar kan zijn. Oké, dit betekent in concrete dat voor heel brede volkspartijen, laten we zeggen de PvdA, die ook, of de VVD, die ook kiezers zouden willen trekken die zwevend zijn, hè, want ja, ze moeten toch een beetje groot worden, et cetera, dat voor juist die partijen het heel slim kan zijn om een lijsttrekker in te zetten met een hobby of een persoonlijk leven. Want precies dan kan je die kiezers bij je trekken. Maar aan de andere kant, als je bijvoorbeeld Kees van der Staaij hebt, dat is nou eenmaal een kiezer met een politicus met een vaste schare kiezers die helemaal niet gecharmeerd zijn van personalisering in de politiek. Die zullen dat gewoon zien als goedkoop effectbejag. En dan zullen ze zich juist keren van Kees van der Staaij. Die zal in ieder geval heel veel kritiek krijgen. En voor dit soort politici zou het juist een minder verstandige strategie kunnen zijn. Nou goed, als het privéleven al inzet is van politiek en politieke discussies, dan denk ik dat we het net zo goed eventjes kunnen hebben in het volgende college over Zwarte Piet en Sinterklaas. En daar gaan we het zo meteen over hebben.